Voor groep 8 leerlingen die behoefte hebben aan meer diepgang, snelheid en uitdaging tijdens hun lessen, hebben het Emelwerda College in Emmeloord en basisscholen uit de regio een 8-plus klas ontwikkeld. In deze klas kunnen basisschoolleerlingen een dagdeel per week terecht om deel te nemen aan peergroeponderwijs en om hun talenten te ontwikkelen. De 8-plus klas is eigenlijk bedoeld voor kinderen die op hun eigen school niet helemaal tot hun recht komen. Kinderen die meer aankunnen, kinderen die meer en hoogbegaafd zijn. Op hun eigen school is vaak niet genoeg materiaal of de docent is handelingsverlegen. En die kinderen kunnen meer aan. En die kunnen dan hier hun hart ophalen met het doen van uitdagende opdrachten. Ik zit in de 8-plus klas omdat we iets sneller leren als andere kinderen. En omdat we meer uitdaging krijgen als op school. Ik vond de 8-plus klas best wel fijn, omdat je had meer uitdaging. Als je geen uitdaging hebt, dat maakt school ook niet meer leuk. En met een beetje uitdaging maakt het toch weer wat leuker. In januari hebben wij een voorlichtingsavond voor de leerkrachten van groep 7, voor ouders van kinderen van groep 7 en voor IB'ers, intern begeleiders van de basisschool. Waarin ik dus vertel wat een plusklas inhoudt, wat de voordelen zijn van een plusklas, voor wie de plusklas geschikt is, wat voor kinderen ik daar graag voor wil hebben. Ik vertel over het programma. En dat is dus een belangrijk moment waarop wij contact hebben met de basisscholen. En tussendoor heb ik wel mailcontact. Zo had ik vorige week een mail van een leerkracht die graag advies wilde over het voortgezet onderwijs. Wat vind jij geschikt voor deze leerling? Want ja, wij twijfelen een beetje, wat is jouw visie? En op zulke momenten is het gewoon heel prettig dat je kunt samenwerken. Omdat het belang van het kind voorop staat. Ik heb geleerd om samenvattingen te maken, zoals bijvoorbeeld een pijltjessamenvatting die ik nu regelmatig gebruik. Ik heb ook geleerd hoe je ermee om moet gaan als er iets fout gaat. Bijvoorbeeld met onvoldoende, want eerst haalde je dat nooit, omdat je eigenlijk alles snapte je. Het programma van de 8-plus klas is iets wat ik zelf kan samenstellen. En ik ben dit jaar begonnen met Reis om de wereld in 80 dagen. En dat is een project waarbij ze moeten rekenen, ze moeten de atlas gebruiken, ze werken met tijdzones. Er komt heel veel bij kijken en ze krijgen huiswerk mee. En dat huiswerk is lastig, is moeilijk. En dan zeg ik ook tegen de ouders, helpen mag wel, voorzeggen niet. En ik verwacht echt niet dat het allemaal piekfijn in hun schriftje staat. Het is prima als ze het goed geprobeerd hebben en ze bij mij komen met dingen die fout zijn, dingen die niet af zijn. Want daar is de les voor, dat kunnen we met elkaar doornemen. En vaak zie je ook dat ze als ze 2-3 weken bezig zijn, dat ze dan ook voor hun fouten durven uitkomen. Ik ben wel gegroeid, want je had eigenlijk geen uitdaging waardoor je niks kon ontwikkelen. En met deze uitdaging kun je meer ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld meer zelfstandig dingen beginnen. Ik heb nu beter leren plannen en eerder aan mijn huiswerk gaan geleerd, dus dat is wel heel belangrijk. Wat je bij 8-plus kinderen ziet, is dat ze soms samenwerken niet zo leuk vinden. Ze vinden het lastig omdat ze bijvoorbeeld iets sneller begrijpen en dan moeten ze er meer tijd in stoppen om dingen uit te leggen. En als ze hier gaan samenwerken, dan hebben ze vaak wat minder uitleg nodig. Ze snappen elkaar beter. En ik vind het belangrijk dat ze leren samenwerken. En als ze dan zien dat het ook leuk is, dat het helpt, dat het eigenlijk 1 plus 1 3 is, dan zie je dat het toch weer kan omdraaien. Het belangrijkste van de 8-plus is denk ik dat ze leren dat ze meer zijn dan alleen hun cognitie. Kinderen staan zich er soms een beetje op voor van nou, ik weet heel veel, ik ben slim. Ze hebben geen leerstrategieën ontwikkeld, want alles wat ze aanpakken gaat makkelijk, gaat snel, soepel. En ja, zo zit het leven niet in elkaar. Echt leren is moeite doen voor dingen en je inzetten voor opdrachten, fouten maken, samenwerken met andere mensen, hulp durven vragen. En dat is wat ze leren in de 8-plus klas. Ik adviseer basisschoolleerlingen om naar de 8-plus te gaan, omdat je, als je geen uitdaging hebt, je die wel echt nodig hebt. En op de 8-plus kun je die krijgen als je het op de basisschool niet hebt. Ze hebben hier contact met ontwikkelingsgelijken en ik gun gewoon veel meer kinderen in Nederland zo'n ochtend in de week waarin ze lekker zichzelf kunnen zijn en uitgedaagd worden en dat ze genieten van leren.